eerste indruk wat ik dacht, dat zou ik ook wel willen doen. Het was een paard met elasticiteit in zijn lichaam, hij had bloed. Kumano Alpha Z is in 2017 geboren en hij is de kloon van de wereldkampioen van Jos Lansink. Hij is een zoon van Cassini 1 en Landgraaf. Kumano had natuurlijk al een speciale uitstraling, was een schimmel. Groot, ruig paard kun je zeggen, om te zien. Groot, stokmaat van bijna 1,80. Er stond een paard, dat was een verschijning. En een vaderpaard ook. Zoals ik al zei, als ruiter zijnde en als je zo'n paard ziet springen, dan denk je, ja, zo'n paard zou bij mij ook wel in de stal passen. Ik denk dat met Kumano Alpha Z een droom van veel fokkers in vervulling kan gaan. Fokken met wereldkampioen Kumano was niet vanzelfsprekend, maar is nu wel mogelijk. Het was een groot paard, maar het was een paard met elasticiteit in zijn lichaam. Hij had bloed. Je kon hem bijna rijden zonder sporen. Laat staan met sporen. Het uiterlijk was voor veel mensen denk ik een bedrog. Dat paard had alles om een krek te zijn. En het was ook een krek. Met Jos Lansink werd Kumano in 2006 wereldkampioen in Aken. Kumano voelde zich in zijn sas op de grote graspistes. Want hij won in 2004 de grote prijs van Spruce Meadows en werd er later nog eens tweede. Kumano en Lansink werden ook tweede op het EK in Mannheim, in de Wereldbeker van Mechelen, in de grote prijs van Zurich en de Nations Cup van Rotterdam. De mooiste herinnering natuurlijk winnen het WK. Want Aken is het mekka van de paardensport. Ik woon hier in Aken, is dicht bij huis. Aken is het drie landenpunt. Om daar te winnen voor 50.000 mensen, ja, dat is een droom. Dat kun je niet beschrijven. Daar zijn geen woorden voor. Hij sprong 9 rondes foutloos op het WK. Kumano heeft een indrukwekkende lijst aan zonen en dochters die op de belangrijkste momenten in de springsport op de afspraak waren. Hij is er helaas niet meer en nu hebben we allemaal het gevoel dat Kumano nog steeds voortleeft. En ook de fokkers, dat we hem nog steeds kunnen gebruiken. Dat is eigenlijk een fantastisch gevoel. Kumano Alpha Z is een hengst met veel maat en formaat. Toch is het een gevoelig paard die sensibel is, wat toch een voordeel is voor zo'n groot paard. Het is een paard die met heel veel vermogen springt, met heel veel kracht springt. Kumano zelf was heel succesvol in de kruising met Franse merries. En ik denk dat dit met Kumano Alpha Z ook zo gaat zijn. Hij mag lichte merries hebben en hij gaat dan vooral veel schouder, techniek en kracht meegeven. Als je bij hem de deur open doet, heb je hetzelfde gevoel wat je bij Kumano ook had. Laat zien, hier ben ik, pas op. Hij is een hengst, hij is een vaderpaard. Hij wil laten zien dat hij de baas is. Je moet hem met respect behandelen.